We zijn bij basisschool Bomans, waar we hebben afgesproken met directeur Arjan Wagenvoort. We gaan in groep 2 even kijken bij juf Jessica. En zij is bezig met een Kiva-les. Ze zijn daar nu een jaar mee bezig in deze school. En ik ben wel benieuwd wat dat tot nu toe gebracht heeft. Daar kan ze vast iets over vertellen. Deze kant op, Arjan. Ja. Als het herfst is, wat doet hij? Juf, mag ik een vraag stellen tussendoor? Ja hoor. En misschien is het wel een beetje een moeilijke vraag, maar wat vinden jullie nou leuk aan deze les? Ik zag al vingers voordat ik... Weet jij dat? Ja, en mag mensen niet thuis doen, aanvallen, want iedereen mag meedoen. Wat mooi gezegd! Dat mogen mensen niet pesten, iedereen mag meedoen en we zijn aardig voor elkaar. Zullen we heel hard zwaaien naar de camera? Wie ik allemaal ga doen, nog niet. Kiva is iets wat jullie nu een jaar doen op school. Wat hoor je daarvan terug van ouders? Ja, van ouders hoor ik terug dat ze op een gegeven moment de taal die wij hier gebruiken, zeg maar, om een aantal dingen duidelijk te maken. Dingen die je wel prettig vindt, die je niet goed vindt. Die taal gebruiken ze eigenlijk thuis ook. Een simpel voorbeeldje daarvan is bijvoorbeeld dat ze zeggen van, nou dat is niet Kiva, dus dan zeggen ze dat tegen een broertje of zusje. En dat is dan echt wat ze hier geleerd hebben inderdaad, en daarmee geven ze dus aan van dat het niet oké is wat er gezegd of gedaan wordt. Wat mooi, want zo ja. Breng je eigenlijk ook een beetje, breng je het ook een beetje thuis eigenlijk. Klopt. Ja. Groep 5 gaat nu in het gymlokaal een bewegingsoefening doen, die hoort ook bij Kiva. Dus gaan we even kijken. Waren we alvast begonnen met over wat een groep is en wat groepsdruk is. Dus dat je soms, omdat jij bij een groep hoort van vrienden, dat je dan soms dingen doet omdat iemand anders ook doet. Daar hebben we het net in de klas al even kort over gehad, omdat we aan het wachten waren. Daar wil ik zo meteen een spel mee doen. Dat spel dat heet Ren je rot. Hartstikke goed, ga je middag. Doe nog één. Waar ben je nu? Ja. Hoe meer zielen, hoe meer vrucht, hè jongens? Spijkerkleding is de mooiste kleding. Spijker. Wat ik graag zou willen weten, want jullie hebben nu een Kiva-les, toch? Ja. Ja. En wat is dat, Kiva? Wie moet nou kiezen? Iemand. Respect hebben voor elkaar. Ja, respect hebben voor elkaar. Wat is respect? Wat is dat? Aandacht doen tegen elkaar, of het goed gedragen en gewoon aandacht. Ja, wat nog meer? Of voor andere mensen opkomen. Oh, goed zeg. Mooi. Niet te buitensluiten. Ja, niet buitensluiten. Niet pesten. Niet pesten. Wordt er wel stiekem een beetje geplaagd? Nee. Nou, applaus voor jezelf dan hoor.